Nicolas Isimat genoot van binnen nog wel even na van de gewonnen halve finale op het WK van zijn land, Frankrijk, tegen België. En uiteraard betekende dat ook felicitaties bij het begin van de training. Ja, nee, het was goed game. Ja. En ik ben blij voor Frankrijk gaan naar final, but yeah, it's nothing. They must win now after we're gonna tell me gefeliciteerd for real. Jammer voor Eddie Peoples. Ja, voor Eddie Peoples is gonna come back soon. So nee, I'm a good winner, you know. I don't gonna say anything bad for him, but just Frankrijk was better. Maar in Zwitserland moet de centrale verdediger vol aan de bak op weg naar het nieuwe seizoen. En Isimat heeft het goed naar zijn zin tijdens de lange en stevige sessies. I'm very happy to be here and let's check on the hand of the training camp because I'm really moe now. I'm gonna sleep better. Yeah. Maar voor de welverdiende rust eerst nog even praten over de weg naar het nieuwe seizoen. Onder leiding van een nieuwe trainer en dus ook met nieuwe oefenstof. We run a lot and it's very nice the way how we work at the moment. And we make a lot of run and yeah, dominant football, so it's very good. It's very good and sterk werk. Go to one door to the other door and go snare. The aanvallen make a lot of good run. The defender must be sharp for don't receive so much goals. So yeah, it's very good. I'm happy about the way of the young guy do. He's very good. And the trainer and the staff praat met us, so it's good. Is het anders dan je de afgelopen jaren hebt gezien? Is het heel anders? Is het very different? Different? Nee, because you kept some good basis from the mentality to win elke guy. And even in on the little on the klein partij on the training. So nee, de mentaliteit blijft hetzelfde. Maar just only the t-shirt of the color of the t-shirt changed this year. So we are in a good way and I hope it's gonna be good for this season.